De historische context steden en burgers in de lage landen is speciaal bedoeld voor het VWO. Hij beslaat een aantal tijdvakken. En het eerste deel, waarvan de vraag hier in dat blauwe vak staat, die gaat dus over de periode 1050 tot 1302, de tweede helft van de middeleeuwen, dus tijdvak 4. En er horen deze kenmerkende aspecten bij. En in deze video gaan we met name kijken naar het linkerkenmerkend aspect. Uh, hoe komt het dat er in West-Europa weer een agrarisch-urbane samenleving ontstaat? Want tot het jaar 1000 was West-Europa een agrarisch-autarkische samenleving. Nou, agrarisch, dat slaat op landbouw en dat betekent dat het voornaamste middel van bestaan in West-Europa op dat moment de landbouw was. Autarkie, dat betekent zelfvoorziening. En dat uh, houdt in dit geval in dat de meeste gemeenschappen in West-Europa. die waren autarkisch, zelfvoorzienend. Die waren voor hun voedsel en andere producten. met name op zichzelf aangewezen. Uh, er vond wel handel plaats, zeker wel. Maar dat was op beperkte schaal. En dat was vaak ook regionale handel. Niet zozeer internationale handel. Dus vandaar een agrarisch-autarkische samenleving. Ja, en vanaf het jaar 1000 gaat dat weer uh, veranderen. En dan zien we dat voor het eerst sinds de val van het West-Romeinse Rijk... er in West-Europa weer een agrarisch-urbane samenleving komt. Waarbij een voornaam middel van bestaan nog steeds die landbouw is. Hè. Daar werken nog steeds heel veel mensen in. Maar mensen, steeds meer mensen gaan ook uh, in andere sectoren werken, zou je kunnen zeggen. Dus er worden bijvoorbeeld ambachtslieden, gaan in de nijverheid werken, gaan spullen maken. En er komt ook een steeds grotere groep mensen die uh, zijn inkomen verdient door middel van handel. Dus er komen nieuwe middelen van bestaan bij. Ja, hoe kan dat dat die overgang zo rond dat jaar duizend plaatsvindt? Nou, dat heeft te maken met een aantal veranderingen die er in de landbouw plaatsvinden in de 10e en in de 11e eeuw. Uh, ten eerste uh, komt er meer landbouwgrond. Hè? Er, er worden moerassen drooggelegd, er worden bossen gekapt en dergelijke polders die, die, die worden ingepolderd. Waardoor er meer landbouwgrond is, waardoor de productie ook omhoog kan. Uh, daarnaast zijn er ook allerlei nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken, technische verbeteringen, ook betere ploegen bijvoorbeeld, waardoor de opbrengsten hoger worden. En er ook nog eens beter gebruik te maken van de landbouwgrond. Niet 50% van de grond braak te laten liggen om te laten herstellen, maar een veel kleiner deel. Dus overgaan van een tweeslagstelsel naar een drie slagstelsel. Wordt er ook nog eens efficiënter gebruik gemaakt van die grond. Um, en dat alles zorgt ervoor dat er meer voedsel wordt geproduceerd. Ja, wat zijn dan de gevolgen van die hogere voedselproductie? Nou, er is één simpele uh, regel die eigenlijk altijd wel geldt: hoe meer voedsel, hoe meer mensen. Hè? Want mensen hebben eten nodig om in leven te blijven. Dus hoe meer voedsel er is, hoe minder hongersnood er is. Dus mensen blijven uh, langer in leven, sterven minder snel van de honger. Maar ze leven ook gezonder omdat ze minder gebrek lijden. En je ziet ook vaak dat als er meer voedsel is, dat mensen sneller geneigd zijn om aan kinderen te beginnen en dergelijke. Dus de bevolking die groeit. Een ander gevolg is dat uh, niet iedereen dus nog langer boer hoeft te zijn en verantwoordelijk hoeft te zijn voor die voedselproductie. En dan zie je dus dat mensen zich gaan specialiseren en dat bijvoorbeeld dus uh, de nijverheid ook opkomt, hè, de ambachten. Mensen gaan andere dingen doen. Die gaan dus bijvoorbeeld die ploegen maken of die gaan andere dingen maken die de boeren weer kunnen gebruiken of die andere mensen kunnen gebruiken. Dus er vindt specialisatie plaats. En we zien dus ook dat er een toename is van de handel. En dat dat ook over langere uh, afstanden plaats gaat vinden. Want als er meer voedsel komt, dan, dan zijn er op een gegeven moment misschien ook wel overschotten. En uh, ja, die hoef je dan dus niet zelf meer op te eten. Dus die kun je gaan verhandelen. Ja, natuurlijk speelt die specialisatie er ook een rol in, hè, want die, die producten die door die ambachtslieden gemaakt worden, die kunnen ook weer verhandeld worden. Ja, en die toename van die handel zorgt er dus ook weer voor, zeker als het over langere afstanden plaats gaat vinden, dat er ook weer een toename is in het gebruik van geld in de vorm van munten en van wisselbrieven. D daarvoor in zo'n agrarisch autarkische samenleving, dus tot het jaar 1000, was er vooral sprake van ruilhandel. En was er weinig, werd er weinig geld gebruikt, was er ook weinig geld in omloop. Als de handel weer gaat toenemen, dan zie je dat het geld ook weer uh, meer gebruikt gaat worden. Er worden weer meer munten geslagen. Want er komen ook allerlei nieuwe uitvindingen. om die internationale handel met name makkelijker te laten gaan. En een daarvan is uh, de wisselbrief. En die ligt eigenlijk, staat eigenlijk een beetje misschien wel aan de basis van uh, de banken. zoals we ze tegenwoordig ook kennen. En een wisselbrief is eigenlijk heel simpel een brief die een handelaar in een bepaalde stad in een bepaald land. naar een collega in een ander land uh, stuurt. Uh, waarin hij eigenlijk zegt van. Hey, wil je aan persoon die en die uh, zoveel geld geven. Op een later moment maken die twee handelaren, die twee collega's dat dan wel weer goed uh, met elkaar. En dat is eigenlijk waar een wisselbrief op neerkomt. Wordt dus uh, op, via een brief wordt er geld uitgewisseld over langere afstanden waar waren nog allerlei veiligheidsmechanismes kwamen erin, dus, dus bijvoorbeeld dat uh, de uh, wisselbrief in twee werd gescheurd en dat de, 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 de gever en de ontvanger dat die allebei een deel hadden, zodat er minder fraude kon worden gepleegd en dergelijke. Maar uh, ja, het is dus een eerste vorm van uh, op een andere manier betalen aan elkaar en daar groeit dus uiteindelijk het bankwezen ook uit voort. Je ziet dus al dat er allerlei veranderingen plaats gaan vinden. He, dus die groei van die bevolking. Nou, daar komt dus ook nog eens uh, die uh, toename van die handel bij. En dan zie je hier dus op dit kaartje hoe dat een beetje in Europa verdeeld was, zeg maar, wat wat waar uh, geproduceerd werd of waar men bekend om stond uh, in bepaalde gebieden. Ja, en dit zorgt er ook voor dat er uiteindelijk uh, de steden weer opnieuw op gaan komen, dat er nieuwe steden bijkomen, dat oude steden herleven en dergelijke. En uh, daardoor uh, gaat die samenleving vanaf de 11e eeuw dus echt wel anders uitzien. En dan zijn er een aantal gebieden die heel erg verstedelijken in Europa. Uh, Vlaanderen is er daar één van. Uh, dat zien we daar in dat rode cirkeltje liggen. Hè? En, uh, onze historische context gaat over de lage landen, dus het uh, tegenwoordige Nederland en België. Nou, daar hoort Vlaanderen dus ook zeker bij. Dus daar gaan we ons op focussen. Maar uh, we zien ook andere belangrijke stedelijke gebieden, die heb ik ook even op dat kaartje aangegeven. Zo zie je dus uh, bijvoorbeeld dat uh, de Noord-Duitse handenste steden aan de, de, de OC en de Noordzeekust, dat die een handelsverbond gaan vormen, dat die samen gaan werken en dus ook over langere afstand en ook met andere gebieden in Europa gaan handelen. En in Noord-Italië zien we dat uh, stadstaten zoals uh, Florence en Genua en Venetië en dergelijke. Dat die heel erg uh, machtig worden en dat die ook een belangrijk uh, bolwerk van de handel vormen. Kortom, die 11e eeuw is een eeuw van grote veranderingen in West-Europa.